We staan vanmiddag op de tennisclub in Uitgeest, waar een sponsormiddag wordt gehouden met niemand minder dan Jacco Elting en Paul Haarhuis, die hier vanmiddag een kliniek zullen verzorgen, samen met de trainers van TCU Uitgeest. Hoi Perry, jij bent trainer van TCU Uitgeest. Wat gaan jullie vanmiddag doen? We gaan samen met de wereldtoppers Paul Haarhuis en Jacco Elting, samen met de trainers van TC Uitgeest een clinic verzorgen. Daarnaast gaan we ook nog een demonstratiewedstrijd spelen met Jacco en Paul. En daar kijken we natuurlijk heel erg naar uit. En hebben jullie ook goed voorbereid op de clinic? Ja, uiteraard. Naast de goede oefenstof voor de mensen op elk niveau. Ja, willen we natuurlijk wel aan kijken of we een paar puntjes van ze kunnen pakken. Hoi Paul, jullie hebben meerdere Grand Slams gespeeld, waarvan 6 keer gewonnen, onder andere het Wimbledon. Dat moest een overweldigend gevoel zijn geweest om daar te winnen? Ja, uiteraard. Als je als tennisser prof aan het spelen bent, en dan is Wimbledon een van de grootste toernooien die je zou kunnen winnen. En als je dat uiteindelijk dan weet te winnen in de dubbel, ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk gevoel. En het is ook extreem speciaal als je dat samen met iemand doet, waar je het hele jaar mee rondreist, en dan kun je dat echt delen met elkaar. En dat is toch wel het leuke aan dubbel geweest al die jaren. Peter, jij bent van de sponsorcommissie. Wat gaan jullie vanmiddag organiseren? We hebben vandaag voor onze sponsoren een tennisclinic laten organiseren door Jacco en Paul Haarhuis. En dat doen we eigenlijk elke 2 jaar. En waarom Jacco en Haarhuis? Ja, dit doen we nu al voor het 4e jaar eigenlijk. En in eerste instantie, Jacco die doet het heel goed met de sponsoren. De sponsoren zijn over het algemeen wat ouderen, dus die kennen Jacco. En het is voor de sponsoren natuurlijk heel interessant om met Jacco bijvoorbeeld aan een reclamebord te staan. Jacco, jij hebt net hier een clinic verzorgd voor de mensen. Wat vind je er zo leuk aan om te doen? Nou ja, dat is een goede vraag, want ik ben hier nu voor de 4e keer al terug. En ja, ik dacht, nou, ondertussen heb ik het wel gehad hier ondertussen in Uitgeest. Maar het was toch wel weer gezellig vandaag en ook wel weer nuttig, hoop ik. Ja, het blijft mooi, mensen die toch uit de eigen keuze hier komen om hopelijk net wat plezier te krijgen in het spel. Of misschien wat tips mee te krijgen die ze de volgende keer weer kunnen gebruiken. En je merkt zo vaak als je dan zelf met enthousiasme daar komt en dan krijg je dat van de mensen ook gewoon weer terug. Hi junior, jij hebt net een clinic gehad van Jacco en van Paul. Wat vond je ervan? Ja, top natuurlijk. Leuk dat ze er waren. 4 jaar al nu, dus prima. Veel geleerd en tennis jezelf ook? Ja, 4 keer per week bij Westerhout tennis. Dus. En heb je er ook nog wat van geleerd van vandaag? Ja, zeker. Een paar goede tips van ze gehad, dus kan ik weer verder mee aan het werk. Nou, we gaan nu naar de demonstratiewedstrijd kijken. Heb je er zin in? Ja, zeker. Ben benieuwd. Kijken hoe ze het doen, hè. 2 grote. Ja, top. Even uitrusten met die ballen. Oh, wacht, wacht. Ja, En hoe zijn jullie het ideale duo geworden? Jacco was een goede serve- en volley-speler. Ik was meer de baseliner die slagen van achteruit het overzicht hield. Jacco had de snelle handen. Ik had de goede returns, waar Jacco weer dan net goed op kon reageren. Buiten dit om speel je zelf nog wedstrijden en toernooien? Maar een paar keer per jaar. Ik speel alleen met Paul samen bij Wimbledon. Een paar weken geleden hebben we bij de vroeg oud geworden junioren hebben we daar mogen winnen. Australië spelen we soms mee. We hebben dan de AFOS Tennis Classics, ons eigen toernooi wat in Apeldoorn is. Daar speel ik soms wat dubbels mee. En dat zijn eigenlijk de enige 3 toernooien per jaar die ik speel met dubbelwedstrijden. Jullie hebben een bedrijf opgestart. Kun je daar wat over vertellen? Ja, wij zijn daarna bedrijf opgestart, Elting Haarhuis Tennis Events. En daarin doen wij heel veel op het gebied van tennis, zoals je zou verwachten. Ik heb net inderdaad heel veel fanatieke tennissers gezien. Zie je zelf nog talent hier tussen zitten, eruit steken? Nou ja, de meeste mensen die nu meespeelden, sorry voor een paar jongeren, maar die zijn toch wel 40 plus. Ja, en ook al zijn ze talentvol, dan zijn ze gewoon te laat, hè, natuurlijk. En ze te laat voor het hoogste niveau. Maar er zijn wel mensen bij waarvan je ziet dat als die wat meer zouden spelen, dat ze het heel snel oppakken. En met name zie je dat als je een aanwijzing geeft en ze kunnen iets heel snel nadoen. Of ze kunnen het goed nadoen wat je van hun vraagt. En daarvoor kun je over het algemeen wel talent of aanleg bij mensen onderscheiden. Vroeger sloeg je hard, hè? Ja, maar dat is hard.
Jij! Heb ik! Jij! Oh, jij! Ja, jij! Oh, tijd zat, even uitrusten, komt ie! Ja, oh, jezus! Oh, jezus! Jij? Nou, shit! Ja, ben je, hup! Doe eens iets, jongen! Schitterend, schitterend! Die mist die gewoon, die mist die tegen de zon. Ja, ja, ja. Ja, dank je! Ja, dank je, jongen! Jij, doe eens iets, jongen! Doe eens iets! Ja, 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 ja.